In Efesiërs 3 begint Paulus met het thema waarna hij vroeger verwijs het, dat die heidene mede erfgename is en mede lede van die lichaam en mede deelgenote aan sy belofte in Christus dier die evangelie, Efesiërs 3 vers 6. En hoewel dit niet veel van een verrassing vir die hedendaagse kerk wat meestal uit nie jode bestaan mag wees nie, was dit iets wat blijkbaar radicaal niet vir baie van die lezers van daardie tijd was. Paulus gaan dan voort met sy geïnspireerde woorden, terwijl hij nadink oor die passie om die evangelie van Jesus aan die heidene te bring. Ons leer ook van sy ontberingen in die tijd, wat sy aanhouding in een Romeinse gevangenis ingesluit het. Ons hoor ook van sy toegewijdheid aan die verborgenheid van die evangelie, dat die gelowiges uit die heidene op gelijke voet met die Joodse broeders en zusters verkeer. Ons deel in sy opgewondenheid oor die kerkse kosmische evangelie sending activiteiten. Ons luister wanneer hij bid, wanneer hij God loof vir sy barmhartige optrede door middel van die kerk. Kortliks, ons voel geïnspireerd om bij Paulus' passie voor die evangelie aan te sluiten. Bestudeer hierdie weekse les ter voorbereiding vir Sabbat 5 Augustus.